Je leert eigenlijk kijken naar verf en naar een schilderij. Waar gaat dat over? Dat gaat bij hen niet echt over dat beeld. Dat gaat echt over die verf, over de materialen die hij gebruikt, over het canvas, over of die verf mat is of glanst, over een streepje, over... Dat is onwaarschijnlijk. En je wordt niet afgeleid. Nooit. Het is puur, puur schilderkunst. En je kijkt eigenlijk naar alle beslissingen die hij vaak op hele kleine werkjes heeft genomen. Dus ik word daar bijna zen van. En dat is ook werk dat voor mij voor een stuk over de stilte gaat. Je voelt die ongelooflijke concentratie in zijn werk. We zitten hier in zijn atelier. Hij heeft zijn inspiratie gezocht, bij wijze van spreken, 2 meter verder. De boom die hier naast dat huis staat. Dus alles wat daar op dat werk gebeurt, dat is hier ontstaan in deze ruimte. Dus je voelt die hyperconcentratie, die... Ja, dat gaat alleen nog maar over de essentie. Dus je gaat niet aan andere dingen denken. Je zit gewoon naar kleur te kijken en naar verf te kijken. En voor mij is dat een festijn. Ja, hij is ook niet zo'n figuur zoals veel andere kunstenaars van de grote verhalen en de grote dogma's en ik beter dan de rest. Hij was super bescheiden, maar hij wist wel dat hij heel goed was.